Maar voor jullie allemaal ga ik vast iets vertellen over meneer Simeon. Die meneer Simeon woonde in Jeruzalem. Zelf zegt hij liefst, ik woon in de stad van David. Ja, daar denkt hij aan. Koning David heeft vroeger in deze stad gewoond. Ja, nu niet meer, dat is al 1000 jaar geleden. Maar meneer Simeon denkt er nog graag aan. En als hij dan door de straten van Jeruzalem loopt, denkt hij, misschien liep koning David hier ook wel. Oh, wat zou het fantastisch zijn als er weer een koning kwam uit de familie van David. In plaats van die Romeinen en Herodes, dat dan een echte koning van Israël hier de baas zou zijn. En de Romeinen weg zou jagen en dan was alles weer goed en mooi. En gingen we feest vieren in de tempel. Oh ja, daar droomt de oude Simeon van. Maar hey, dat zijn niet zomaar dromen van een oude man. Nee, dat zijn echte beloften van God. En wat God zegt, doet hij echt. God heeft beloofd dat er een koning zal komen, een redder. En daar wacht Simeon op. En hij wacht niet alleen, hij bidt er ook voor. En hij luistert goed naar de verhalen uit de Bijbel. Weet je wat mooi is? God praat ook tegen Simeon. En hij heeft tegen Simeon gezegd, Simeon, je gaat niet dood, ook al ben je al oud, voordat jij de redder, de koning hebt gezien zelf, met je eigen ogen. Dat is een mooie belofte. Daar wacht Simeon al op. Al heel lang. En daarvoor bidt hij ook heel vaak. Maar gelukkig woont Simeon in Jeruzalem. Dus hij kan zo vaak als hij wel elke dag of elke week naar de tempel lopen. En dan kan hij bidden en luisteren naar verhalen over God. En hij kan goed rondkijken of hij iets bijzonders ziet. Een bijzondere mens. Iemand die de nieuwe koning zou kunnen zijn. Maar ja, hij weet natuurlijk niet hoe die eruit ziet. Hij weet alleen, God heeft het beloofd, ik krijg hem te zien. En dan, op een dag, wordt Simeon wakker. Hij denkt, wat is er vandaag? Beetje spannend. Alsof je jarig bent. Leuk spannend. Je weet dat het een leuke dag wordt, maar je weet het nog niet allemaal hoe het gaat lopen. Wat je krijgt of wat je eet, maar Simeon is helemaal niet jarig vandaag. En toch heeft hij dat gevoel. Hij is onrustig. Hij zit maar na te denken, wat is er dan vandaag? Zou het dan vandaag de dag zijn dat hij zal maar eens gauw naar de tempel gaan. Als hij zo onrustig is, is dat de beste plek om tot rust te komen. Hij doet zijn sandaal aan en zijn jas en hij gaat onderweg. Oh, hij heeft die weg al zo vaak gelopen. Hij zou het wel blind kunnen, maar dat doet hij niet. Hij kijkt juist goed om zich heen. Als het vandaag de dag is, dan moet hij het wel zien. Als hij bij de tempel komt, bij het grote tempelplein. Wow, daar is van alles te zien en te horen. Geiten die mekkeren, kinderen die lachen, die lopen te rennen. De geur van de offers. Maar is er iets bijzonders? Koning? Hij speurt rond. Hij ziet niks bijzonders. Oh ja, hij kijkt een poosje. Daar ziet hij een moeder met een babytje. En ik denk de vader ernaast met duiven. Oh ja, denkt Simeon, dat is mooi. Die hebben net een kindje gekregen, een paar weken geleden. En dan komen ze naar de tempel om het kind aan God te laten zien en om God een offer te brengen. Dat wil God zo.
dat jongetje, dat Joodse jongetje heeft geluk dat hij een vader en moeder heeft, hè, die geloven en die het ook graag zo goed willen doen zoals God het gezegd heeft. Dat Joodse jongetje. God, bedoelt u dat? Is dat kindje een babytje? Simeon loopt wat dichterbij. Hij wordt ook blij van binnen. Bedoelt God dat? En als hij vlakbij is, dan ziet hij het. Oh ja, ze laten het kind aan God zien en de duiven voor het offer. Hij loopt nog wat dichterbij. Hij steekt zijn arm uit. Mag ik even? En hij krijgt het kindje in zijn armen. Hij is helemaal blij van binnen en dan komt het ook uit zijn mond. Hij zingt een lied. Hij zingt, dank u Heer dat de redder geboren is, de koning. Dat ik hem mag zien zoals u heeft beloofd. Hij is het licht. Hij gaat de wereld redden. Nu kan ik rustig sterven als het mijn tijd is. De vader en moeder staan er wel een beetje verbaasd bij. Dat die oude meneer zomaar hun kindje vasthoudt en dan ook nog een lied gaat zingen. Simeon gaat zich maar gauw voorstellen. Ja, ik ben Simeon en wie bent u? En dan hoort hij het. Jozef en Maria en uw kindje. Het kindje heet Jezus. Hij zegt, u weet toch wel dat het een heel bijzonder kind is. God heeft het mezelf verteld. Het is de redder van de wereld. En dan vertelt hij waarom hij zo blij is. Omdat God doet wat hij beloofd heeft. Hij verhoort het gebed. Als je bidt, zal hij je geven. God heeft het hem beloofd en nu heeft hij de redder van de wereld gezien. En voordat hij weggaat, zegent hij ze. En hij zegt, ik zegen jullie in de naam van de Heer.